Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik had laatst dit kaartenknutselsetje gekocht bij de Trekpleister. En er kwamen wel wat reacties op dat jullie het leuk zouden vinden als ik tegen ze zou uittesten. Het is dus een setje waarmee je dus zelf kaarten kan knutselen. En ik dacht, het is wel leuk om dat te gaan proberen. We gaan hem zo meteen even openmaken, zodat we precies zien wat erin zit. En dan gaan we gewoon proberen of we hier iets leuks mee kunnen maken. Dus mocht je benieuwd zijn of dit setje werkt en wat je ermee kunt maken, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee naar deze video. Ik heb het setje even opengemaakt en dan kunnen we eventjes gelijk kijken wat erin zit. Je krijgt hier allereerst ook een aantal kaarten bij. Hier eentje met Sending Some Love. Het zijn enkele kaarten waar dus al tekst op staat. We hebben er eentje met Thank You. Even kijken hoor. Zit een beetje aan elkaar. For You. En dan hebben we er nog eentje met bloemetjes. En nog eentje met zo'n patroon. Ik ben zelf nog niet gelijk van plan om de kaarten te gaan gebruiken. Omdat ik nog niet precies weet of het me in één keer lukt. En dan vind ik het heel erg zonde om de kaarten gelijk te verprutsen. Dus ik wil er eerst even mee oefenen. Maar die krijg je er ook bij. En ook een aantal enveloppen. Wat natuurlijk altijd heel handig is. Zodat je ze ook kunt versturen. Dan zit er hier een fineliner bij. Ik weet niet met wat voor kleur die schrijft. Oh, hij heeft een beetje een witte dop. Ik weet niet precies. Witte punt. Nou, dat moeten we even zien. Staat dat er ook eigenlijk op de achterkant dan nog op? Nee, dat staat er niet duidelijk op. Dan heb je een dobber krijg je erbij met een heel zacht stoffig... bovenkantje voor de inkt. En er zitten dan ook nog een aantal reserves bij. Ik weet niet of je ze kunt wassen of zo. En we krijgen vier kleurtjes inkt in een oranje kleur. Een donkere oranje. Roze-roodachtig. En paars. En uiteraard krijgen we een aantal schablonen. We krijgen er eentje met bloemetjes. Deze is helemaal open. Ik ga ervan uit dat dat zo hoort. Dan krijgen we... Oh, hij zit er helemaal in, joh. Nou, wat lastig. Deze erbij. Ook wel heel leuk. En nog eentje met strepen. Dat krijg je erbij. Zoals ik al zei, ik ga nu niet gelijk de kaarten gebruiken. Maar ik ga het eerst even op een gewoon blaadje gebruiken. En dan gaan we ook kijken wat die pen doet. Dus tijd om maar eens even te gaan proberen of dat dit werkt. En wat we ervan kunnen maken. Ik weet dus niet precies wat die pen doet. Dus ik ga het gewoon even proberen. Nou, ik weet niet helemaal de doelstelling hiervan, want hij schrijft wit. Dus dat is waarschijnlijk gewoon heel erg leuk op een donker papiertje, maar niet op dit papiertje. Dus nu had ik gedacht om, kijk, deze te pakken. Doe ik hem even zo. Dan snij ik hem hier eventjes af. En dan kan ik een voorkant maken voor een kaartje. Die kan ik dan altijd op een blanco kaartje plakken. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ik zal hem even bijknippen. En dan hebben we in ieder geval een kleiner stukje. Nou heb ik gewoon eventjes een gouden stift gepakt. Om een tekst te schrijven. Kijken of die het doet natuurlijk. Dus ik doe gewoon eventjes. Ik zet er gewoon even op bijvoorbeeld Happy Birthday. Het is niet helemaal goed goud, maar het is gewoon even als voorbeeld, hè. Zo, dan hebben we gewoon even een tekstje erop gezet. En dan ga ik dus nu met die streepjes. Kijk, ik heb hem zo eventjes uitgeknipt. Normaal zou het nog fijner zijn als je hem dan ook strak trekt. Kijk, en dan ga ik gewoon proberen om de tekst heen. Om te kijken wat dat voor resultaat geeft. En dan dacht ik, dan vind ik het leuk om met roze en paars te gaan.
Oh, dit drupt er wel lekker in. Kijk, het neemt ook goed op. Ik ga jullie ietsjes inzoomen, zodat jullie goed mee kunnen kijken. Ja, je hebt wel aardig wat inkt nodig hoor, zie ik. Want je moet hem wel steeds weer even oppakken. Het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als die setjes toen die je kon kopen bij de Action. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, daar had ik toch wel wat moeite mee. Die vond ik toch wel een beetje lastig uiteindelijk. Omdat die vormpjes best wel lastig waren. Dus deze is dan net iets makkelijker. Kijk, het zou beter zijn als ik hem goed recht had kunnen vastzetten. Dat is misschien wel eventjes een handige tip om hem eventjes vast te kunnen zetten. Want nu moet ik hem vasthouden. En op zich gaat dat wel, maar ik ben wel bang dat hij gaat verschuiven. Dan ga ik hem om en om doen. Dus ga ik het ook bij deze doen. En dan probeer ik dus om de tekst heen te gaan. Dat gaat er niet worden. We gaan gewoon over die tekst heen, want ik ben er al overheen gegaan. Op zich werkt het wel. Die dopper. Ik vind deze wel handiger, want deze hoeft niet om je vinger. Kijk, maar nu gaat hij weer verschuiven. En dat is echt gewoon onwijs vervelend steeds. Je moet hem echt zo recht houden. Zo. Ik vind dat er hele leuke in zitten. Maar ik dacht, laat ik me niet gelijk voor de moeilijkste gaan. En dan ga ik met die paarse de andere twee kantjes doen. Dus ik ga gewoon met datzelfde doppertje. Want dat is een donkere kleur. Maar ik ben heel benieuwd of ik hem ook weer schoon ga krijgen. Dat is wel de vraag. Dus zo kun je ook een beetje een overloopkleurtje uitproberen. Maar hij pakt hem eigenlijk best wel goed op. Oh, kijk. Dit werkt beter. Strepen. Gewoon streepjes zetten. Waarom heb ik dat net niet gedaan? Dit wordt natuurlijk veel mooier als wat ik net had. Ik moet wel zeggen, nu valt mijn tekst wel weg. Maar goed, dat is een beetje mijn eigen schuld. Nu krijgen we wel twee verschillende strepen. Dat zie ik al wel. Kijk, en dan is dit het effect. Het zou dus leuker zijn om hier gewoon een afbeelding op te plakken. Het ziet er eigenlijk best wel leuk uit. Dus dat is deze. Dan kun je die randjes gewoon nog een beetje afsnijden. Misschien dat ik hier nog een klein stukje ook van zo'n bloemetje wil maken. Dat doe ik er gewoon even in één kleur. Het is normaal leuker om in twee kleuren te doen, dat weet ik. Maar ik zit nu al in die paars. Dus even kijken. Dat dat ook makkelijk werkt. Want ja, die streepjes zijn niet zo moeilijk. Maar vaak dit soort patroontjes vind ik wel wat pittiger. Ja, dan moet ik die andere ook even meepakken. Omdat ze heel dicht op elkaar zitten, ben je heel erg geneigd om heel makkelijk in het andere bloemetje terecht te komen. Nou, dan maken we die er ook nog aan. Kijk, en dit werkt dan wel weer beter om te stempelen. Die andere was heel goed met strepen. Oh,
Oh, dit is ook heel leuk. Kijk, dan heb je gewoon bloemetjes. Dat zou je dus ook gewoon in twee kanten kunnen doen met twee kleuren. Maar het ziet er heel leuk uit. Zo ziet je schabloon er dan uit na gebruik. Deze zo. Maar ik ga jullie ook eventjes meenemen om te kijken of we het ook schoon kunnen maken. Want dat vind ik ook altijd wel een dingetje. Krijgen we het ook weer uiteraard schoon. Want dat vind ik ook altijd wel belangrijk. Dus dat gaan we nu ook even proberen met de schablonen. Ik heb jullie even meegenomen naar de keuken. En nu ga ik kijken of ik het schabloon schoon krijg. Ik stroom er door alleen maar stromend water op. En je ziet eigenlijk al heel makkelijk dat de inkt zo weer eraf gaat. Dus je krijgt hem heel makkelijk schoon. Dus dat gaat eigenlijk heel simpel. Nou, dan leg je hem even neer. Laat je hem drogen. Je kan er even met een doekje overheen. En dan zijn ze gewoon weer klaar voor gebruik. Dus dat is wel echt ideaal. Zoals je ziet heb je gewoon weer schone schablonen nu. Ja, wat vind ik dan van het setje? Ik vind de bloemetjes die ik erop heb gemaakt echt heel erg leuk gelukt. Het gaat echt best wel makkelijk met deze dopper. Die werkt echt heel erg fijn, dus dat ging goed. Het resultaat met de streepjes vind ik uiteindelijk ook wel heel erg leuk geworden. Alleen je tekst valt weg. Dus misschien is het beter om ervoor te kiezen om er een tekstje op te plakken. Maar voor nu vind ik het wel leuk. Ik ga hier zeker ook nog een kaartje mee maken. Helemaal omdat ik nu weet dat het wat makkelijker gaat. Maar dat ga ik nog in een van mijn vlogs laten zien. Dus ik vind het een hartstikke leuk setje. Het setje heeft €3,99 gekost. Ik heb hem bij de trekpleister gekocht. Maar ik weet dat Kruidvat hem ook gehad heeft. De dopper spons heb ik ook geprobeerd schoon te maken. Maar je blijft wel de inkt zien. Misschien dat je hem op een handwasje mee kan wassen. Dat weet ik niet helemaal precies. Maar het werkt eigenlijk wel heel goed. Ik zou er zelf wel voor kiezen om het vervolgens op mijn bord te doen. Mijn magnetische bord. Zodat het ook echt blijft liggen. Zodat ik zeker weet dat het niet gaat verschuiven. Maar het is echt een hartstikke leuk setje. En ook leuk dat je de kaart erbij krijgt. De pen, daar snap ik nog niet helemaal de toevoeging van. Omdat die dus inderdaad wel echt, denk ik meer op donker papier kleurt. Maar voor de rest vind ik het wel een heel erg leuk setje. Wat ook echt wel goed werkt. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of je misschien ook nog interesse zou hebben in dit setje om aan te schaffen. Of dat je denkt van nou, ik vind het niet zo heel erg interessant. Misschien dat je nog geluk hebt dat je nog bij een kruidvat of een trekpleister kunt vinden. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je de video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Abonneren kan ook door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!